Hallo, het is weer hoog tijd om een nieuw HSP-gerelateerd product te bespreken. En vandaag is dat de kaartenset van Sunny Alblas Smit. Het is, om eerlijk te zijn, al een poosje uit, maar ik kwam er maar steeds niet aan toe om hem te bespreken. Maar ik ben wel fan, dus het moet zeker even aan de orde komen. Sunny heeft 52 kaarten gemaakt die je heel intuïtief kan trekken of misschien wat bewuster. Ze hebben verschillende functies. Er zitten 12 gevoelskaarten in en die kaarten die maken je bewust van, die maken het contact met je eigen gevoel beter. Er zitten, 12 opdrachtkaarten in en dat zijn opdrachten die je dan krijgt om die dag eens bewust bezig te zijn met hoe ga ik eigenlijk om met mijn hoogsensitiviteit. En dan zitten er nog 16 zelfkenniskaarten in. Dus hoe is dat met jou en jouw hoogsensitiviteit? Dus hoe pakt de hoogsensitieve eigenschappen uit voor jou persoonlijk? Nou, om dat wat beter te ontdekken, zitten daar dus zelfkennisvragen bij. En dan zitten er nog een aantal bewustzijnskaarten in. En dat gaat over dat je toch wat minder kritisch naar jezelf mag zijn en op een andere, wat liefdevollere manier naar jezelf zou kunnen kijken. Nou, doosje, prachtig vormgegeven vind ik zelf. Mooi rustig, mooie kleuren. Er zit een heel handig boekje in. Daar zitten wat korte beschrijvingen in van wat is hoogsensitiviteit. En uiteraard staan de verschillende kaarten erin beschreven. Per stuk wordt er een toelichting gegeven. Dus ontzettend praktisch, klein, kort, overzichtelijk boekje. En dan komt natuurlijk het belangrijkste, alle kaarten. En die zijn, dan zie je een quote, een nummer en eigenlijk een hele mooie witte kaart zonder al te veel poespas en invullingen over wat het jou zou moeten laten associëren. Nou, wat ik wil doen, ik hou enorm van intuïtief kaartjes trekken, dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga 3 kaarten trekken, dus neem even in gedachten een kaartnummer, kaartnummer 1, 2 of 3 die voor jou bedoeld is. En ik pak 3 kaarten met de intentie dat het een kaart is die jou zou mogen helpen. Dus, nou, dat ga ik doen. Ik doe dat eigenlijk heel willekeurig altijd. Dus ik pak deze kaart. Hoe gaat dat goed? Ik pak de nummer 2. Blijf liggen. En ik pak nummer 3. Nou, 3 kaarten. De rest gaat weer in het doosje. Kaart nummer 1. Ben jij je bewust van jouw kwaliteiten? Nou, dat is natuurlijk een fantastische vraag, want we zijn natuurlijk heel vaak bewust van dingen die niet goed gaan. Maar hoogsensitiviteit gaat ook over heel veel kwaliteiten. Dus ben jij je bewust van jouw hoogsensitieve kwaliteiten? Ik ben benieuwd. Kaart nummer 2. Wat is jouw behoefte? Ook een hele belangrijke kaart. Want we zijn zo vaak bezig met de behoeftes van de ander. En als je last hebt van rejection sensitivity is dat nog even een graadje erger. Maar ons brein is natuurlijk van nature gericht op de ander. Dus je ziet ook vanwege de spiegelneuronen heel snel de emoties van anderen. Je kan heel snel verbindingen leggen. Dus je bent je ook snel bewust van wat de behoefte is van een ander. Maar van jezelf, dat vraagt natuurlijk wel even contact maken met jezelf en je eigen gevoel. Om te achterhalen van, maar oké, wat betekent dat dan en wat heb ik dan nodig? Mooie kaart. En dan hebben we de derde kaart. Tadaa. Ah, wat voel je als je ontspannen bent? Nou, dat is natuurlijk wel even een hele goede bewustzijnskaart van, ja, wat voel je eigenlijk? Ik denk dat als ik ontspannen ben, dat ik me ook als het ware al heel erg vredig voel. Een soort van gelijkmoedigheid, zeggen ze wel ook in het boeddhisme, vind ik altijd een hele mooie term. Er is geen goed, er is geen fout, het is heel gelijkmoedig en relaxed. Mijn schouders zijn dan ontspannen. Nou ja, even de dingen die bij mij opkomen. Waar het om gaat is dat je gewoon eens even heel bewust met jezelf bezig bent. En op het moment dat je daar met jouw hoogsensitiviteit bewuster mee bezig wil, dan zou ik zeggen van koop dat kaartensetje en trek gewoon eens iedere dag of misschien wel 2 keer per dag, als je daar heel veel zin in hebt, een kaartje om eens eventjes bij jouw hoogsensitiviteit stil te staan. Heel veel plezier ermee. Kaartset van Sunny. En als je Sunny wil ondersteunen, dan zou ik je willen aanraden om het gewoon op haar website te bestellen. Dan plukt zij daar de meeste vruchten van. Dus kaartsetje van Sunny Alblas Smit. Veel plezier ermee.